er nu uit mijn zin straks ziet het er anders uit. Ik zet vanaf mijn haar er helemaal af. Nu het ook. En dan kunnen we het nog zo doen als we dat willen. Dus het is volledig oké. Dus ik ben trots op mijn haar. Dus echt heel mooi. Zeker met een stor en zo. Nee. Het is helemaal anders. Dus we gaan nu nog even naar de beenhouwer daar als die open is. Ik weet niet wat die open is. En dan gaan we daar nog paté kopen. We gaan brood kopen ook nog. Dan moet ik nog hebben Antwerpen. Ik kan nog een paté eten. Dus dat gaan we nu doen. Maar echt super cool. Ik ben echt content. Zo, we gaan nu eens naar binnen. Om de paté te halen en zo. Dus. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedendag, het is voor paté. Ja. Ding. Paté? Ja. En hoeveel alsjeblieft? 100 is goed. Pardon? 100 is ook een klein beetje eigenlijk. Een klein schijfje? Ja. Dat is al lang geleden. Hè. Mag ik vragen hoe wij zijn? Dat is voor mijn vlog, dus ik film mezelf altijd overal waar ik kom. Om de mensen te laten zien wat ik eigenlijk op een dag allemaal doe eigenlijk. Ah, ja. Nu staat het. Ja. Dus en dat is wat we eigenlijk altijd doen. De volgende halte is bakker. Eens kijken. Dus dat heb ik gekocht, een paasei en brood. Dat is echt iets van mijn jeugd. Een brood, ja, dat is brood, hè. Zo, we staan nu aan in de garage. En nu kan ik alles mee pakken wat ik heb gekocht. De hamburgertjes en zo. Die heb ik al gehaald bij iemand anders. En dat het kapot is, want als dat kapot is, dan is de magie eraf. Dan schudt dat niet meer en dan er niets meer aan. En brood en zo, maar gezonde dingen eigenlijk. Niet zo, allee, hamburger is dat ook niet gezond. Maar ja, als je dat met maten eet, is alles gezond, hè. Dus, ja, die moet ik open laten staan. Dat gaan we nu eerst toe laten gaan. Zo, we hebben al paasbloemetjes in de tuin, dus dat is ook wel leuk eigenlijk. Ik heb echt zo zin om te vloggen vandaag. Gisteren ook. En als je zo niets te doen hebt, dan heb je niet echt heel veel content en dat is echt wel lastig. Om iets te forceren. Dus het is allemaal het eten. Straks nog koken. Dat de eerste keer zei dat hij een hamburger eet, denk ik. Ik weet dat niet, ik heb het hem nog nooit gegeven. En kijk, als hij mag mee aan de tafel eten, eet hij wat de pot gaf. Zo is dat toch helemaal, hè? Dat is met iedereen zo. Zo. Voilà. We zijn terug thuis. Zeer tevreden om terug thuis te zijn. Voilà. Jasje uit. Even hier opzetten. Voilà. Dat is echt. Ik wilde ooit wat vloggen. Ik heb echt plaatsen waar je allemaal kunt zetten. Hè. Dus. Voilà. Zo. Een burgertje. Voilà. Het brood moet er niet in. De paas zijn wel. Dus als je gemeld hebt, ook dezelfde effect niet meer. Dat is echt zo. Wat we dit laten zien. Dat is zo. Ik heb het mijn jeugd. Ik weet niet of er veel mensen dat kennen. Dat rammelt. Eigenlijk dat is het. En er zitten dus kleine bolletjes in. En ik vind dat wel speciaal. Meestal voel je dat dan ergens. En nu dacht ik, het is het moment om het eens te kopen. Niet dat ik alles koop, dat niet dat ik echt op mijn geld, maar ik vond dat wel iets leuk. Trouwens, je mag ook wel eens snoepen naar gisteren. Ik wel een beetje op mijn lijn. Ik ben ook wel wat vermagerd, heb ik het gevoel. Dus mag wel eens een keer op je lijn letten. En zo'n ding allemaal. Maar
ook niet te veel, vind ik. Zo. Zo. Haal hem af. Zo, ik ben echt tevreden met mijn haar. Hier is het ook een lichtje in. Ik ga dat uit. En haal een lichtje, dat is echt super. Trouwens, niet gekocht trouwens. Wel gesponsord. Door mijn broer. Dus, ik ben wel blij eigenlijk. Dus, zeer blij. Voilà. De konijnen mogen eruit. Hier is een muffin. Gaan. En dan hebben we nog een andere kleine rat. En die zit hier. Snuffelmans. Als je vraagt waar alle stro is, die is daar. Daar ligt haar stro. Tof, hè? Wie kent dit nog van zijn jeugd? Deze ding.
is niet gemakkelijk als je de camera vast hebt. Oei. Ik vlieg lekker liggen, man. Geweldig. Oepla. Leuk, hè? Kijk, niet hem op zo'n een ding. Zie je nu? Leg hem op.
Dus vonden jullie dit een leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.